Goedendag, het is deze dagen wisselvallig, maar dat wil niet zeggen dat het altijd slecht weer is natuurlijk. Er zijn best goede momenten om bijvoorbeeld een heerlijke wandeling te maken, zoals op deze foto mooi te zien is. De komende dagen blijft het nog wel wisselvallig, maar ook zijn er echt nog wel van dit soort momenten. Laten we de weerkaarten er maar eens bij gaan pakken. Wisselvallig weer, dat betekent over het algemeen een westelijke stroming. Nou, veel duidelijker dan dit wordt het niet. De komende dagen hebben we echt met die westcirculatie te maken. En in de bovenlucht betekent dit dat vanaf de oceaan storingen onze kant op komen. En die zullen dan af en toe gaan passeren. Maar er zijn af en toe ook andere momenten. En hier zien we zo'n voorbeeld. Dit is de kaart voor zaterdagavond. Heel duidelijk in de bovenlucht een rug. En dat betekent dat er meer hoge druk invloed is in de bovenlucht en dat neerslag onderdrukt gaat worden. En dat betekent ook dat er in het weekeinde ook wel een periode is dat het er op zich prima uitziet. Maar die rug die trekt wel verder en dan komen we toch weer eventjes in die westcirculatie uit. Maar wat wel heel duidelijk wordt in dat bovenluchtpatroon op zo'n 5 kilometer hoogte, dat is dat die stroming gaat meanderen. En dat betekent dat er op een gegeven moment warmteadvectie is naar het noorden en kouadvectie naar het zuiden. En vaak kan dat leiden tot een ander patroon. En dat lijkt ook te gaan gebeuren zo'n beetje begin december rond de maandwisseling. En het ziet er zelfs naar uit dat we die westcirculatie dan kwijt gaan raken en wat meer oostenwinden gaan krijgen. En dat zou betekenen dat het echt wel wat kouder gaat worden. Laten we de grondkaarten er ook eens even bij pakken. Dan kunnen we ook heel duidelijk zien dat het voorlopig nog wisselvallig is. Oceaandepressies, die voeren de boventoon met storingen erbij die van tijd tot tijd overtrekken. Ja, dat betekent dus het wisselvallige weerbeeld. Ik zet de animatie even aan. We zien een regenzone voorbij komen. We zien nog zo'n zone voorbij komen. En dan zijn we inmiddels aangekomen in het weekeinde. Weet u nog, met in de bovenlucht ook tijdelijk die uitloper van hoge druk. Een rug is er dan aanwezig. En dat zien we ook aan de grond terug. En het weekeinde ziet er dan ook net eventjes wat beter uit. Uiteindelijk komt er zondag wel weer een nieuwe storing die over gaat trekken, maar die zaterdag die ziet er goed uit. En ook hier in het patroon zien we langzaam maar zeker toch dingen gaan veranderen. We zijn dan op woensdag 30 november aangekomen. Dan hebben we op dat moment te maken nog met een wat zuidelijke stroming, dus nog steeds zachte lucht. Maar wat we ook op de weerkaart zien, dat is een hoge drukgebied helemaal in het noordoosten van Europa en boven Rusland. En een uitloper van dat hoge drukgebied, dat wordt hier geschetst zo'n beetje over Centraal-Europa richting Frankrijk. En dat noemen we een rug ook weer. En de rugas die ligt in deze configuratie net ten zuiden van ons land. Maar het idee is dat die rugas geleidelijk aan wat meer naar het noorden gaat trekken. En dat zou kunnen leiden tot een meer oostelijke stroming uiteindelijk. Want de stroming is hier rond het hoge drukgebied natuurlijk oostelijk. Nou, als dat allemaal wat meer naar het noorden komt, krijgen wij te maken met wat koudere lucht en ook wat drogere lucht. En dat betekent dat het weerbeeld echt wel wat anders gaat worden en dat die storingen voorlopig op afstand gaan blijven. In de pluimen zien we dat ook wel duidelijk terug. Er is natuurlijk nog wat onzekerheid. We praten over een wat langere termijn. Maar toch, het beeld lijkt toch die kant op te gaan. Ook in onze 30-daagse verwachting zagen we dat al een beetje gaan gebeuren. Goed, ik ga weer terug naar de tijd van vandaag en naar morgen met name. Want morgen hebben we best een aardige dag. Het is zo dat in de nacht van woensdag op donderdag er wel hier en daar een bui gaat vallen. Maar dan donderdag overdag, dan is het grotendeels droog. En later op de dag kan er dan wel weer wat regen gaan vallen. Maar dat is echt voor later op de dag. Ziet er helemaal niet verkeerd uit. 11, 12 graden. Dus ja, ook toch weer een moment om een buitenwandeling te gaan maken. Kijken we ook nog eventjes verder naar het weekeinde en naar de vrijdag natuurlijk. Vrijdag, dan komt er weer zo'n neerslagzone voorbij. Maar dat gebeurt eigenlijk al in de nacht. Waarschijnlijk vrijdag overdag valt het allemaal wel mee. Die zaterdag die zag er goed uit met die uitloper van het hoge drukgebied. En zondag kwam die storing voorbij. Ja, dan zien we toch weer regen vallen. Nog steeds hoge temperaturen. Rond de 10, 11 graden, dat is ronduit zacht voor deze tijd van het jaar. En ook de nachttemperaturen zijn hoog. Ik ga de neerslagkaart laten zien, de neerslagkansenkaart. En dan zien we heel duidelijk dat in de eerste week er echt nog wel een grote kans is op neerslag. Hoge percentages neerslagkansen. Alleen die zaterdag valt op, als dat rugje van hoge luchtdruk gaat passeren, dan ziet het er best aardig uit. Zondag daarentegen weer de neerslag. En dan die week daarop, dan worden die neerslagkansen duidelijk wat kleiner. Hier speelt zich de maandwisseling af. Dan gaan we richting december. En dan moet er langzaam maar zeker toch een wat meer oostelijke stroming op gang gaan komen, als we de pluimen mogen geloven van het Europees systeem. We moeten dat natuurlijk dan ook een beetje in de temperatuur gaan zien. Nou, dat lijkt toch
toch wel te gaan gebeuren. Hoewel het een wat geleidelijk proces is. Maar we zitten die eerste dagen nog heel duidelijk zo rond die 10, 11 graden. Maar langzaam maar zeker gaat die temperatuur iets dalen. En wat verder ook opvalt, is dat de nachten ook weer wat kouder kunnen gaan worden. Met temperaturen rond het vriespunt. Of er zelfs onder, want hier zakken we al richting min 4, min 5 in het midden van het land. In het oosten en zuiden zou het zelfs nog wat kouder worden. Wat we ook natuurlijk zien is dat er onzekerheid is, want er zijn ook nog wel een paar modeluitvoergegevens die laten zien dat die weststromingen toch net gaat winnen, dat die ruggas helemaal niet naar het noorden gaat schuiven. Dat moeten we dus afwachten. Al met al heb ik wel het idee dat het toch begin december echt wat kouder moet gaan worden. Nog fijne dag.